I solemnly swear to work on my happiness in 2014. Hey, dankjewel dat je kijkt naar Enterprise Me TV. En het nieuwe jaar brengt uiteraard weer goede voornemens met zich mee. In deze aflevering laat ik je daarom zien wat mijn goede voornemen is, in de hoop dat het ook jou helpt om jouw goede voornemens te realiseren. Mijn enige voornemen voor 2014 is om aan mijn geluk te werken. De inspiratie hiervoor komt uit dit boek. Dit is The Happiness Project van Gretchen Rubin. En zij heeft een project gedaan waarbij ze een jaar lang ging werken aan haar geluk. Dit is een heel, heel inspirerend boek, omdat het heel erg een wazig onderwerp zoals geluk probeert heel tastbaar te maken. En dat doet ze door heel veel onderzoek te doen naar geluk. Een voorbeeld van dit onderzoek en de basis eigenlijk van haar project en mijn project is dat zij zegt: according to current research, in the determination of a person's level of happiness, genetics accounts for about 50%. Life circumstances such as age, gender, ethnicity, marital status, income, health, occupation and religious affiliation account for about 10 to 20%. Je geluk wordt voor ongeveer 70% bepaald door je genen en je omgeving. En de overige 30% daar kan je aan werken. Om hiermee te beginnen, zegt zij, moet je eerst kijken naar what makes you feel good. Waar word jij gelukkig van? Ik heb daarin 12 onderwerpen gedefinieerd. Wat ik daarna heb gedaan is deze onderwerpen op een rijtje gezet. En daarbij heb ik rekening gehouden. Kijk, als ik in januari begin met rust, dan heb ik in februari meer energie voor spiritualiteit. En 12 heb ik nog opengelaten dit jaar, voor het geval er iets op mijn pad komt waar ik nog aan wil werken. Belangrijk om hierbij te vertellen is dat deze onderwerpen heel erg persoonlijk zijn. Iets wat ik van haar heb geleerd is dat waar ik gelukkig van word niet per se iets is waar jij gelukkig van wordt. De tweede stap is dat ik een agenda heb gekocht. Je ziet al dat iets waar ik heel erg gelukkig van word, dat zijn stickers, super cheesy, maar ook washi tape, mooie post-it notes, mooie pen. Een volgende stap is dat ik aan mijzelf een belofte opschrijf. En dit klinkt misschien een klein beetje egoïstisch, maar geluk is net zoiets als zuurstof. Op het moment dat ik ongelukkig ben, kan ik mijn omgeving niet gelukkig maken. Omdat ik echt heel erg gelukkig word van kerst en 26 december al hierin stond, heb ik al opgeschreven wat ik op die dag voor mijn familie heb gekookt, wat voor cadeautjes ik heb gekregen, welke mensen er waren. Ja, dat is al een manier om gelukkig te worden. Maar dan begint het dus op 1 januari en mijn eerste thema voor geluk is rust. Ik ben echt doodongelukkig als ik niet genoeg slaap en als ik niet genoeg uitrust. Ik heb hierbij opgeschreven wat mijn belangrijkste actiepunten zijn om mijn rust te pakken en lekker in mijn vel te zitten. Gezond eten is ook iets wat heel erg bepalend is voor mijn geluk. Dus dat wil ik vanaf januari weer helemaal gaan oppakken. Voor februari doe ik eigenlijk hetzelfde, alleen heb ik hem nog niet zo specifiek ingevuld als bij januari. En de reden daarvoor is dat ik van mezelf al weet dat als ik alles al uitstippel, de rebel in mij naar boven komt en dan zegt, nee, ga ik niet doen. Dus ik weet al wat het grote thema is, maar ik wil eigenlijk ook januari gebruiken om dat een beetje te laten sudderen en om te bedenken van, oké, dat ga ik doen. En dan bijvoorbeeld de week van tevoren ga ik dit ook invullen. En zo gaat het eigenlijk het hele jaar door. Een belangrijke derde stap en de reden ook waarom ik met dit boekje werk is dat je een soort van beloningssysteem moet hebben. Sommige mensen vinden dat niet heel belangrijk. Eerlijk gezegd, ik denk dat als je een enorme streber bent, net als ik, net als Gretchen Rubin, you like your gold stars. Ik heb sowieso stickers gekocht, maar waar ik vroeger ook echt zwaar op kikte, waren die mooie krullen die je dan kreeg van de meester. Dus ik ga voor mezelf ook gewoon krullen zetten in mijn boekje. Door dit een jaar lang te doen, hoop ik aan het einde van dit jaar gelukkiger te zijn. Iets elke dag doen is namelijk een hele makkelijke manier om gewoontes op te bouwen. En dit boekje, zo'n agenda waarbij ik elke dag ga opschrijven waar ik gelukkig van word en wat ik aan mijn opdracht voor die maand heb gedaan, helpt mij om goede gewoontes te ontwikkelen waarmee je geluk kweekt. Iets wat Gretchen Rubin ook heel belangrijk vindt, is dat je ook identificeert waar je niet gelukkig van wordt en dat eigenlijk zoveel mogelijk probeert te neutraliseren of te minimaliseren. In 2013 heb ik daar zelf ook aan gewerkt. Dat betekent dat bepaalde mensen uit mijn leven zijn verdwenen, maar ook dat ik bepaalde dingen niet meer doe of anders bekijk. En dat is het. Ik hoop dat deze video jou helpt om jouw goede voornemens vorm te geven voor 2014. Mocht het zo zijn, steek dan een duimpje op of laat even een comment achter. Ik ben sowieso ook benieuwd wat jouw goede voornemens zijn. Ik heb er namelijk dus best wel veel, ook al lijkt het er maar één. En mocht je meer van mijn video's willen zien, abonneer je dan zeker op mijn kanaal. Dan krijg je elke week automatisch een update als er een nieuwe video online staat. Dankjewel voor het kijken en ik wens je echt een fantastische eerste werkweek. Of als je nog vakantie hebt, geniet ervan. En ik zie je volgende week.
Been meaning to tell ya, but I guess it's clear to see. Don't be mad, it's just a brand new kind of me.